sociaal werk. Wat is sociaal werk? Ik vind dat als elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan, dat vind ik sociaal werk. Met mensen werken bijvoorbeeld op school of zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet, man. Gewoon via de UWV of zo werken en zulke dingen. Ik doe zelf nog wel veel bezoekjes en zo. En mijn dochter die zegt vaak, oh, je bent ook net een sociaal werker. Wat welzijnswerk is, ik denk dat dat iets te maken heeft met mensen die je gaat helpen. Mensen wassen, eten maken, eten geven, gehandicapten eten geven, denk ik. Wat voor mensen denk je dan dat aankloppen bij een sociaal werker? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ja, in eerste instantie denk ik dan aan mensen die inderdaad misschien privé in een moeilijke situatie zitten of zo. Met wat voor vragen zou je dus bij een sociaal werker terecht kunnen? Ik zoek woonruimte. Ik heb geen huis om in te wonen. Ja, ik weet helemaal. Dat is wat bij mij bovenkomt, die vraag. Tinten, heb je daar wel eens over gehoord? Tinten? Ja, nog nooit. Stichting Peuterwerk, heb je daar wel eens van gehoord? Peuterwerk? Nee. Is dat een overkoepelende organisatie? Ben je trots op je werk? Ja. Ja, dat heeft voor mij te maken met je verbonden voelen. Met de Tintengroep als organisatie, maar ook met profileren, met positioneren, met zingeving. Wat ik echt voel, is dat stukje gedrevenheid. 80% van de mensen doet gemiddeld zijn werk voor zijn salaris. En ik heb het gevoel dat die verhouding compleet anders ligt. Je regelt dingen van een koffiemachine tot aan een toiletrolhouder. Je regelt van alles. En dan gaat er weer een nieuwe locatie open en als alles dan goed loopt, ja, dan voel ik mij soms best wel een beetje trots. Nou, ik ben trots als die bootcampgroep daar straks blijft. He, of als je een collectieve zaak opgepakt hebt en er komt een goed gevolg uit en je ziet dat het resultaat haalt, dan ben ik trots. Ik ben er trots op dat ik mijn werk met de peuters heerlijk vind. Ik bied ze veiligheid, ik stimuleer ze in hun ontwikkeling. Het is gewoon, ik vind het heerlijk. Je bent op een feestje en je vertelt over je werk. Wat vertel je dan? Dat ik leuk werk heb. Dat ik trainingen ontwikkel en organiseer en inplan voor professionals die werken bij de Tintengroep. Ik geef aan dat ik ruimte heb. Ik voel me gewaardeerd. Ik heb een beetje mijn eigen toko. En er is drive, er is beweging en positieve energie. Dan zeg ik, ik werk bij Tinten. Een heleboel weten dan niet precies wat dat is. Dus ik zeg, we zijn een bedrijfsbureau. Voor inmiddels Bedum tot aan Giethoorn. We bestrijken een heel groot gebied. En daar regelen wij dingen voor. Daar zijn we het bedrijfsbureau voor. En dat voelt raar dat je zo groot bent in zo'n korte tijd. Dat je zo groot geworden bent. Ik ben juf. Op een voorschool. We zijn een grote onderneming en wij proberen door middel van data gestuurd werken, proberen we onze dienstverlening te verbeteren. Alleen dat moet je opbouwen en daar ben ik voornamelijk mee bezig op dit moment. Bijvoorbeeld, ik ben op het moment bezig met een bootcamp opzetten. Ik heb trainers geregeld, ik heb gezorgd dat er een groep mensen is. En als dat straks loopt, dan trek ik mij terug en dan hoop ik dat er voor altijd een mooie bootcampgroep is die daar kan blijven. Als wij elkaar tegen zouden komen op een feestje, wat zou je dan vertellen aan mij over jouw werk? Dan zou ik jou uitleggen dat ik een hele leuke baan heb. Heel afwisselend, heel divers. Dat ik teamcoach ben van een buurteam in Assen-Oost. En dat wij aanspreekpunt zijn voor de wijk, voor de wijkbewoners. En dat iedereen bij ons terecht kan met vragen en ideeën op alle leefdomeinen.